Vandaag alweer de derde dag van de Provada, ook meteen de laatste dag. Staat vandaag in het teken van stads- en gebiedsmaken en gelukkig leven. Aan die thema's geven we natuurlijk weer aandacht door middel van een aantal sessies bij ons op de stand. Stad en gebied maken is een van de vijf thema's van AM. Een heel belangrijk thema, want stad en gebied maken is eigenlijk wat wij doen. Bij stad en gebied maken gaat het om veel meer dan alleen stenen stapelen. Dat gaat echt om de rollen in het proces en hoe wij dus samen met AM'ers en met partners steden en gebieden maken. Zalmhaventoren is natuurlijk wel echt een project van gedurfde. In zo'n totaal gebied is het best heel moeilijk om een nieuw project in te passen, zeker van deze schaal. Voor ons is het thema geluk hartstikke belangrijk. Hoe leuk is het als je al je kopers en bewoners een gelukkig leven kan geven? We hebben een aantal experts gesproken hoe je met het thema geluk om moet gaan. En dat hebben we verwerkt in een boekje. Dat boekje dat geeft eigenlijk iedereen handvatten om het concreet te vertalen in zijn of haar project. Ik vind geluk heel erg belangrijk. Ik denk dat we als ontwikkelaars heel erg bezig moeten zijn met het beter maken van de gebouwde omgeving en de woningen, zodat mensen daar ook gelukkig in kunnen leven. Het is natuurlijk iets wat je als architect heel graag wil. Dat je naast een te gek gebouw juist die ruimte daaromheen maakt voor een gemeenschap. Wij willen dat mensen een beetje gelukkiger worden van onze architectuur, van onze omgeving. En deze thema's passen er eigenlijk perfect in.